Het is topsport. Alles geven. Overleven. Dat is het enige waar ik aan kon denken. Je bent echt heel gefocust als je wordt behandeld tegen kanker. Gek genoeg voelde dat ook heel veilig. Een soort hou vast. Alles draaide om mij. En iedereen hielp me graag. Maar als de behandelingen dan zijn afgelopen... Ja, je denkt dat het dan makkelijker wordt. Maar dat is niet zo. Dan val je in dat zwarte gat. Ineens moet je overal weer gewoon meedraaien. Thuis en op het werk. Iedereen gaat over tot de orde van de dag. En ze verwachten dat onbewust, ook van mij. Maar ik was daar nog niet klaar voor. Ik was fysiek en mentaal helemaal gesloopt. Het vertrouwen in mijn lichaam was weg. Ik twijfelde aan mezelf. Mijn carrière, toekomst. Ik merk dat ik ben veranderd. Maar gaat mijn omgeving dit snappen? En zijn ze bereid daar rekening mee te houden? Ik wil heel graag weer op volle kracht vooruit. Maar kan dat niet alleen? Wie helpt me?